E-mail, 27 januari 2023. Gaslighting en plagiaat. Lieve Anne, hopelijk vermoei ik je niet met al mijn e-mails en brieven, maar de drang om je mijn gedichten te laten lezen is groot. Momenteel schrijf ik aan een gedicht over vriendschap. Een thema dat aanstaande zondag is gegeven tijdens de Poëzieweek. Ik zal het gedicht in Elders voordragen. Later kan je het wel zien op YouTube, want Marius zal er zeker een opname van maken. In de Haagse Kunstkring was ook een bijeenkomst van dichters vanwege de Dada-tentoonstelling daar. Ik heb er niet aan mee kunnen doen, want had het te druk. Van de week heb ik opnieuw de droeve geschiedenis van de dichteres des Vaderlands van België, Mijn Nachten met Spinoza, gelezen. Een mooie vorm heeft ze gevonden om haar verdriet vanwege een verbroken relatie vorm te geven op basis van de passies van Spinoza. Ik heb haar na het lezen de eerste keer onmiddellijk verteld dat ik meteen geïnspireerd was door de wijze waarop ze haar verdriet een vorm heeft gegeven in haar roman. Ze was erg blij met mijn compliment en we zijn bevriend geraakt. Ze is een stuk jonger dan ik, maar wel een aantrekkelijke vrouw. Ik overweeg haar op te zoeken in Brugge, waar ze woont. Het leukst zou het zijn als je me uitnodigt in Schreval, bijvoorbeeld in het voorjaar. Nog bedankt voor de mooie foto's die je me stuurde. Ik zal ze gebruiken voor het nieuwe werk dat ik in maart zal exposeren in de Haagse Kunstkring. De laatste tijd maak ik een grote inhaalmanoeuvre mee wat betreft het lezen van romans en volg opnieuw colleges letterkunde en literatuur. Het geeft me veel stof tot schrijven. De schilderkunst gaat me zo gemakkelijk af dat ik tijdens het schrijven door op ideeën kom die ik direct uitvoer. De computer is me daarbij zeer behulpzaam. Alles publiceer ik direct op internet. Ik wil af van die materialisaties. Het publiek dat ik kan bereiken via internet is groter dan ooit. En verkopen hoeft ook niet zozeer. Ik heb zoveel subsidies genoten van de maatschappij dat ik nu iets kan teruggeven. Interessant is de laatste ontwikkeling met artificiële intelligentie, waarmee bijvoorbeeld een essay geschreven kan worden die volledig door een machine wordt geproduceerd en niet te onderscheiden is van een menselijk essay. Ik moest denken aan Apollinaire, die ook in een tijdvak van grote verandering verkeerde rond 1919. Hij deed aan automatisch schrift en in feite een voorloper van de AI-technieken die nu ter beschikking staan. Ik heb er in mijn roman al volop gebruik van gemaakt. Ook deze brief heb ik met behulp van OpenAI vertaald naar het Engels, Duits en Frans. Ik hoop dat jij ook weer bent toegekomen aan dichten en schrijven. Je hebt daar alle rust. Stuur me eens iets toe. Voor nu veel liefs, Martin.